Ik ga vandaag op pad met Jan Witloks. We gaan samen Oorschotten kruisen op de fiets. Ik wil eerst alle ondernemers bedanken die deze reportage mogelijk hebben gemaakt. En ik heb er zin in. Dan ga ik het huis van eigen. Kijk eens goed, kijk eens goed, kijk eens goed vandaag. Ik heb de banden vol meelucht, dus van mij nou geen geklaag. Kijk eens goed, kijk eens goed, kijk eens goed vandaag. Ik zou maar zeggen, kijk het mag wel zo. Hey Marina, hey, goedemorgen. Jan. Welkom. Welkom. Hoi. Eindelijk is het zover, hè? Ja, eindelijk. Het is verschillende keren uitgesteld vanwege allerlei toestanden, maar vandaag gaan we het doen. Zo is dat. Ik heb er zin in. En we gaan meteen op de fiets. Yes? Helemaal goed. Oké. Nou Jan, we fietsen via de Palande richting het Antoniuskapeltje. Ja. Dat staat volgens mij vlak bij jouw school, hè? Ja, basisschool. De school waar jij hebt gezeten. Ja, klopt. Ja. Ja. Het is mooi de gelegenheid om de mensen nader kennis te laten maken met Jan Witloks. Ja. Dus vertel me eens iets. Ja, wie is Jan Witloks? Ik woon al heel mijn leven in Oorschot. Ik ben 27 jaar oud. Ja, de meeste mensen die kennen mij natuurlijk van het zingen van mijn optredens. Maar naast mijn optredens hebben we thuis een bouwbedrijf, Witloks Bouwbedrijf. En ja, dit jaar bestaan we 25 jaar, dus dat doen mijn ouders al heel lang samen. En daar ben ik een paar jaar geleden mee ingestapt. En dat doe ik eigenlijk heel de week. En in het weekend gaan we zingen. Druk baasje dus. Heel druk baasje. En naast het zingen... Hoi! Hey. Ik is waai, hè. Naast het zingen, waar waren we nou gebleven? Naast het zingen hadden we nog een leuke vriendin. Ja, een hele leuke vriendin, Minke. Minke. Gaat ook goed. We wonen nu een jaartje samen. En soms heb ik iets te weinig tijd voor Minke, maar daar hebben we het samen goed over. En Minke vindt het ook hartstikke leuk wat ik allemaal doe. En ik heb het heel druk, maar ze staat er wel helemaal achter. Dus, dat is fijn. Ja, dat is heel fijn. Ja. Een begripvolle vriendin is wel essentieel, denk ik. Ja, en ik denk dat zonder Minke ook misschien allemaal niet zo zou lukken als waar ik nou ben. Dus Minke is er wel, heeft wel een hele belangrijke rol daarin. Een sterke vrouw aan jouw zijde, Jan. Ja, zoek maar eens een vriendin die er zo allemaal pikt. Ik ben eigenlijk altijd aan het werken, ik ben altijd bezig en in het weekend ook zingen. Het is heel vaak nog laat en s'morgens toch vroeger uit, gaan we weer de bouw op. Op zaterdag werken we ook nog, dus we zijn eigenlijk altijd bezig. Altijd bezig. Ja, maar ze staat erachter en dat is toch goed. Ze steunt mij, dus dat is hartstikke fijn. Ja. Hey Marina, hier is een bankje. Zullen we hier even stoppen? Even kunnen je uitrusten. Ik vind dat een heel goed idee. Ja, goed plan. Ik vind dat we dat wel verdiend hebben. Dat vind ik ook. En het is een mooi plekje ook. Zeker. Antoniuskapel. Yes. Nou, daar zitten we dan. Tegenover de Antoniuskapel. Ja. In Straten. Hier ben ik eigenlijk geboren en getogen. Ja, hier ben ik al vaak voorbij gefietst. Vroeger hier naar de Antoniuschool. Ja. En we wonen hier achteraf, hè, dus vandaar. Altijd goede naart gehad, Jan. Ja. En gelukkig dat ik nou ook hier samen met Mink nog in de buurt kan blijven wonen. Ja. Ook fijn. Ja. Ja. Hoe kijkt u terug op uw jeugd? Ik denk dat ik een hele fijne jeugd heb gehad. Ja. Thuis niks tekort gekomen. Ik kon altijd overal gewoon doen wat ik wilde. Overal naartoe. Altijd leuk met mijn vrienden. Dus En waren jij een braaf jongetje? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Netjes altijd alles op school in één keer gehaald. Dus ik was niet zo winnen die er elke dag uitgestuurd werd. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. En jouw ouders, wat betekenen die voor jou?
Ja, mijn ouders die betekenen eigenlijk heel veel voor mij. Ik denk dat ik een hele goede opvoeding heb gehad. Maar ook ja, nou voor de toekomst met het bedrijf. Ja, dus toch een hele opstart ja, die ik eigenlijk in de schoot geworpen heb gekregen. Het bedrijf was er al, de klantenkring was er al. Dus ja, voor in de toekomst, ja, ik ben eigenlijk in een bedrijf gekomen, ja, in een goedlopend bedrijf gekomen. Dus ja, dat betekent wel heel veel voor mij. Ja. Ja. Jij hebt nog een broer, toch? Ja, Willem. Ja, en die had een hele andere richting gekozen volgens mij. Ja, die is toevallig, gisteren is hij dokter geworden. Dokter? Ja, dokter moet ik zeggen. Dokter? Ja, dus hij is niet met, ja, met patiënten, maar hij uit het onderzoek. Ja. Dus ja, een hele andere richting. Ja. Zijn handen die staan zo en ja. hij is niet zo handig. Nee. En dat is wel heel grappig, want ja, twee broers en de een die doet iets heel anders dan de ander. Maar ja. Je kunt het wel goed samen vinden. Ja, heel goed. Ja. Een hele goede band met mijn broer. Ja. Ja, dat is wel fijn. Mooi. Ja. Waar ik nou benieuwd ben, welke wijsheid heb jij van jouw ouders meegekregen? Welke wijsheid? Poeh. Ja, ik denk toch altijd hard werken. Mijn ouders hebben ook altijd hard gewerkt en ik denk dat dat wel iets is waar ik mee heb gekregen. Ja, net zoals ik net al zei, ik heb thuis altijd goed gehad. Maar mijn ouders die zeggen wel, als je hard werkt, dan, ja, dan mag je het ook goed hebben. Als je heel de dag op de bank gaat liggen, zo moet het niet. Ik heb zin in een bekse koffie, Jan. Ik ook, dat hebben we wel verdiend, hè? Juist. Dan gaan we doen. We even bij de Sins binnen. Goed plan. Dankjewel. Ja, het is wel toevallig dat we nou hier zijn beland, Marina. Ja? Ja, want mijn allereerste optreden was hier bij de Sins. Dus ja, toevallig dat we hier nou zitten. Toen ik een jaar of 18 was, denk ik, dat was. Dus had ik nog in de A-jeugd bij Oorschot Fruit. En als ik dan een biertje op had, dan was wel eens een keer een liedje zingen. Maar ja, echt een optreden had ik nog nooit gedaan. En toen in 2018 hebben we de camper gemaakt. En toen liet ik dat hier aan Frans horen. En toen zei hij, Jan, als het kermis is, moet jij hier komen zingen. Maar ja, je weet, je hebt zelf misschien ooit gezien. Er staan hier misschien wel 400 man, ja, ja. Een paar honderd man, dus ik denk, nou, dat is ook lekker. Ja. Nooit gedaan en dan moet ik hier meteen op straat voor zoveel mensen. Maar ja, dat vond ik natuurlijk wel heel leuk. En ook van Frans uit dat hij daar zo kon. Ja. Ja, dat hij daar zei. Ja. En dat is dan toch dat hij daar, ik weet niet, dat hij mij gunt of nou ja, dat denk... hij dat leuk vindt als Oorschotse jongen. Ja. Dat denk ik wel, hè, dat Frans er ook voor staat. Hè? Ja, dus ja, hier was mijn allereerste optreden en toen begon het. Na de camper ben ik heel erg gaan zoeken naar ja, wat voor muziek wil ik maken. Of, ja, wat vind ik leuk of hoe moet ik het gaan doen, want voor mij was het ook allemaal nieuw. Ik wist ook niet dat het zo ging lopen. Nou, het is een groot hart laatst uitgebracht en het doet ook super goed. Dus, ja. Ja. Veel optredens achter de rug dan? Ja, ja heel veel. Ja. En dat groeit eigenlijk ieder jaar een beetje, het wordt ieder jaar steeds meer. En jouw leukste optreden tot nu toe? Mijn leukste optreden? Wat er meteen in de hoek opkomt, hè? Ja, dat is denk ik toch bij Zinderend Oorschot geweest. Hier, afgelopen keer? Ja, heel de markt hier vol met mensen. Ik geloof dat er 1500 man was en iedereen deed leuk meer, ja, mee, superleuke sfeer. Dus ja, ik denk dat daar wel, die nou wel eruit springt. Ja. En ook gewoon leuk hier in het eigen dorp. Ja. De mijnen is op, Jan. De mijnen nou ook. Dan gaan we weer. Dan gaan we weer verder. Oh nee, ik moet ook afrekenen. Maar hij is flink aan het groeien. Ja, hij groeit goed. Ja. En de zon komt. En de zon komt. Dat is nog veel beter, dat is nog veel liever. Ja. Kijk, als je hier naar die kant kijkt, dat is het ouderlijk huis. Oh ja. Daar wonen mijn ouders, daar ben ik opgegroeid.
is niet verkeerd. Nee, hè? Nee. Ja. En ik heb nog opa's en oma's, Jan? Ik heb nog één oma. Eén oma? Oma Leentje. Oma Leentje. Oma Leentje. Oma Leentje, daar heb ik een hele goede band mee ook. Ja? Ja. Oma is denk ik ook mijn grootste fan. Ik ga ieder jaar met oma een nachtje weg. Toevallig zijn we binnenkort weer gaan, dan gaan we naar Utrecht. We zijn overal al geweest. Naar Utrecht? En gaan we dan nog iets bezoeken? Of, Ja, we gaan een musical. Oh, leuk. Tina Turner. Oh, die schaap. Ja. Die heb ik ook gezien. Ja? Ja. Ja. Dus dat probeer ik ieder jaar te doen. Met corona zijn we eigenlijk 2 jaar niet geweest. Nee. Maar dat doen we echt al lang. Ja. Ja, oma is gewoon een heel gezellig mens. Ja. Dat is gewoon... Ja, is mijn daar oma. Voel ik heel weinig goed bij. Ja, zeker. Mijn liefste oma. Gaan we hier naartoe? Ik weet niet, waar zitten we ergens? De Fransman. Oh ja. Hier, nou. Gewoon. Ja, 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 ja. Dat is die kant op, hè? Ja. Jan en Marieke Vergestel, wat betekenen die voor jou? De eigenaars overigens van Hoeve 1827, voor ja. De mensen die het nog niet weten. Ja, Jan en Marieke, maar die voor, niet alleen voor mij, ook voor Minken, voor ons. Het betekent eigenlijk heel veel voor ons. Jan en Marieke zijn altijd voor ons klaar. Het is nooit te veel, kan niet gek genoeg. En, ja, al jaren terug Jan en Marieke leren kennen toen ze nog in de verwennerij zaten, in Oorschot, ja. Op de markt. En, bevriend geraakt met Jan en Marieke. En ja, dat is nog steeds zo. Ah, Jan en Marieke hebben jou ook vaak een podium gegeven voor jouw ja. Zangcarrière. Ja, Jan en Marieke die staan eigenlijk heel erg open voor lokaal talent. Ja. En ze gunnen iedereen een podium. En jouw zangcarrière, Jan, wat zijn de ambities nog? Mijn ambities? Gewoon proberen zo ver mogelijk te komen. Dus ook qua naamsbekendheid. Dus heel veel mensen me kennen. En gewoon leuke liedjes maken. Hopelijk een keer een dikke vette hit scoren. Dat zou lekker zijn. Maar dat weet je nooit van tevoren. Nee. Nee. Om het er nog eens over te hebben, Jan. Hè? Want Jan Witlox, als je aan Jan Witlox denkt. Succesvol in de bouw. Succesvol als zanger. Mooie vriendin. Prachtig huis. Ja, dat is allemaal de mooie kant. Ja. Maar er wordt hard voor gewerkt. En, zijn er ook mindere kanten aan het leven van Jan Witlox? Dat wil ik net zeggen. De mensen zien altijd de buitenkant het mooie. Maar er zijn inderdaad wel heel veel dingen die minder leuk zijn ook aan het zingen. Kijk, als mijn vrienden een keer gezellig naar de kroeg gaan, kan ik niet mee. Dus ik moet er heel veel voor laten. Dat is een keuze die we gemaakt hebben. En we vinden het hartstikke leuk om te doen. Minke gaat ook altijd mee met alle optredens. Dus... Ja. Ja, dat is ook wel belangrijk. En is er ook begrip vanuit jouw omgeving dan? Er is wel begrip voor. Maar ik heb ook wel eens een keer gehad met mijn vrienden dat ze me bijvoorbeeld niet gevraagd hadden. En dan vind ik het wel jammer. Ja. Dat doet pijn. Dan denk ik van klopt, ik ben er heel vaak niet bij. Dan blijf mij wel vragen, want als ik een keer geen optreden heb, dan kan ik wel mee. Ja. Maar ik snap ook als ik, ik kan niet. Ik ga zingen, ik moet zingen. Dat is dan op een gegeven moment denken van hoef je Jan niet te vragen, want die kan toch niet. Hmm. Dat is wel heel vervelend. Ja. Maar daar hebben we het een keer over gehad en zei ze ook, zeg maar gewoon dat je het dan heel druk hebt. Dan weten we dat je het heel druk hebt. Dan, dus ze hebben er wel begrip voor, ja. Maar af en toe is dat wel moeilijk. Ja. We gaan er van tussen. Eindje fietsen nog. Gaan we nog ver of niet? Want, Nee, ik ben maar niet bang. Jij bent er niet gewend fietsen. Ik ben niet gewend om zo ver te fietsen. Ik maak kilometers van thuis, niet normaal. Dat dacht ik. Nee, ik ga mee. Eindje nog. En dan bereiden we een eind aan. Het dilemma rondje. Oorschot vooruit, de bocht. Oorschot vooruit. Django Wagner, Jeroen van Zelst. Jeroen van Zelst. Frikandel, kroket. Frikandel XXL speciaal. Carrière in de bouw of carrière in de zang? Bouw. Lichtbad of douche?
Ligbad. Vliegtuig of trein? Vliegtuig. Kruiskop of Torx? Kruiskop. Boek of film? Film. Justin Bieber of Taylor Swift? Allebei niet. Facebook of Twitter? Facebook. Nick of Simon? Nick. Cardio of krachttraining? Cardio. De was doen of de vaat doen? Minken. Wijn of bier? Bier. Wel of geen tattoo? Geen. Spreken of luisteren? Spreken. Lust of liefde? Liefde. Dronken of nuchter? Nuchter. Borsten of billen? Billen. En waar zit er in jouw broodrommel? Brood. Hoe laat begint jouw dag? Mijn wekker gaat om 6:15. Nou Jan, dit waren de dilemma's. Ja. Wil je toevallig nog ergens op terugkomen? Ja, je vroeg net een carrière in de bouw of een carrière met zang. Ja. En toen koos ik voor bouw. En dat vond ik opvallend. Ja? Ja. Ja. Ik heb natuurlijk opleiding gedaan in de bouw. En ik heb het bedrijf samen met mijn ouders. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En ja, het zingen dat is altijd een hobby geweest. Dus als een hobby begonnen en dat is eigenlijk nog een hobby. Maar het, ja, het begint wel een steeds groter dingetje te worden in mijn leven natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat ik gewoon bij de basis moet blijven. En dat is, en dat is de bouw. Ja. En er is ook niks mis mee. Nee. Dan krijg ik nog eentje voor jou. Oei, vertel. Jan Witlox of Jan Smit? Jan Witlox natuurlijk. Dat wou ik zeggen. Wat deed jij nou? Ja. Jan nou, Smitlox. Jan Smitlox. Ja. Kan ook nog. Ja. Nee Jan, ik vond het hartstikke leuk. We zijn heel de dag op pad geweest. Lars Berkers erbij, Teun van Brunschot erbij. Zo. En dan ga ik hem goed uitspreken, de naam, Minke. Ja, jouw vriendin. Dat was gezellig, toch? Ja, precies. Teun, waarom lacht jij nou? Je moet nog steeds lachen om Jan Smitlox. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Nee, ik kan het heel serieus zeggen. Luister eens even, alle gekheid op een stokje. Nee, Jan, we moeten het even serieus afsluiten. Ja, vind ik ook. We hebben een mooie dag gehad, toch? Precies. Ik vind van wel. Het is vaak genoeg uitgesteld en uiteindelijk hebben we het nou kunnen doen. Ja. Ik heb ervan genoten. Ik hoop ook een beetje. Ik ook. He? En ik hoop dat de mensen het oorschot weten nou wie Jan Witlox is. Ja. Wat hij allemaal doet. Ja, nou, dat was het om te doen. Ja, toch? Ja. Ja. Dankjewel, kerel. Ja, ook bedankt. Tot de volgende. Joep.